Yo mensen, ik ben Jeroen. Ik kijk vanaf. Nou gaan we verder met Pokémon Heart Gold. Ik zou bijna zeggen Fire Red. En hoe heet dit? Je hoort de game en je hoort dit. Hoe kan dit nou? Bam, nou is het allemaal gefixt. Zo. Ja, wat gingen we ook weer doen? Ik weet het niet meer. Ik had 2 seconden geleden nog in mijn hoofd van, hey, we gaan dit doen. Ja, dat klinkt als een plan. Goed, konden wij hier Pokéballs kopen? We konden het vooral alleen zo doen niet, maar kunnen wij het nu wel? Want, nee, het is gewoon een kutshop. Ik bedoel, ze kunnen het al Pokémon noemen, maar ze kunnen het net zo de kutshop noemen, want je kan geen Pokéballs kopen. En wat is het hele doel van Pokémon? Juist, Pokéballs kopen. Goed, we kunnen hier nou door naar boven lopen. Wat mij op zich niet een heel strak plan lijkt, want hier zitten gewoon Pokémon in het gras en dan denk je van, oh shit, dit is een dievelk. Maar ik heb geen fucking Pokéballs, wat die fucking winkels niet verkocht. Zeg je heel vaak fucking? Ja, op zich wel. In ieder geval, we hebben Zuko. En hij is sexy, we gaan gewoon runnen. Nee, we gaan hem gewoon hard aanpakken. Ja, het deed het helemaal niet. We gaan hem even hard aanpakken, die knul. Gewoon hard. Gewoon hard aanpakken. Gewoon zo van hard. Slaat hem nergens op, dit Jeroen. Ja, I know. Goed, tackle de peggle, de snaggle, de knaggle. Het doet best wel lang voordat ik hem neer heb, hé. Oh shit, dit is niet zo heel mooi, hé. Tackle de peggle, de snaggle, de knaggle. Wow, Jeroen, je bent goed origineel bezig. Ik weet het. Maar hij is trouwens ook level 4, die anderen waren allemaal level 2. Dus dat allemaal. Ik heb er eentje verslagen zo in Pokémon. Goed. Foresight. Ik weet niet precies wat dat ook weer heeft. Voor mij was het de volgende aanval sowieso raken of zoiets. In ieder geval, fuck jou. Hoppakee, hoppakee. Ja, ja, ja. Yeah, ja. Yeah. En nou is hij neer, als ik me niet vergis. Is hij neer? Is die jongen neer? Hij is neer. Dat hoor je aan het geluidje. Dat dansje sloeg helemaal nergens op, maar... Smokescreen. Dat is zo'n goede kut aanval. Dat je dat even weet. Voor de mensen die dat niet wisten. Oh nee, ik voor hentai found a potion. Potions in the medicine pocket. En nu is het hier een huisje. Ik wil niet te ver weglopen, want voor mij moet ik nog een keer teruglopen. En dat is gewoon kut als je dan te ver doorloopt. People usually come to my house looking for my Pokémon house. Pa. Ja. I don't care. Oh, wait, apricorn box. Kijk. Nou kunnen we dus die gekke bessen uit die gekke bomen halen, als ik me niet vergis. Geen geld aan die bessen heb, weet je. We gaan ze zelf een keertje zien. Maar hey, apricorn tree. Oh, what the fuck doen we nou met die boom? What the fuck? Oh yes, een groene apricorn. Apricoos. Stiekem zijn het gewoon apricozen. Ik heb het helemaal door het hele spel. Ze verkopen gewoon illegaal apricozen in het spel. Ja, dat bedoelde ik niet. Ik wilde dit doen. Een antidote! Zo, hé! Dat is wel een heel bijzonder item. Goed, dit is zo'n trainer. What the fuck? Hebben die nou hier een battle? Holy shit, cool. Toch gaan we het eventjes negeren. Omdat, yolo, rechts ziet er vertrouwd. Oh, kut, ik had links moeten nemen. Jongen, waarom zeg je dat ik naar links moet? Nou kom ik hier een rat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 
Weg hier en. Want ik heb. Oh man, ik zit helemaal verkeerd met mijn vingers de hele tijd. Dat is echt kut. Maar ja, we zitten verkeerd. Verkeerd. Wat. Ik weet niet hoe ik hem weer tegen. Ik heb gewoon een repel nodig. Een repel. Oh no. Een hoedhoed. Hij heeft een hele hoge hoedhoed op zijn hoofd. Ja. Jeroen, je bent zo grappig. Ik weet het. Het ligt op zich best wel kut hier, hè? Het is zo van. Zo'n verschil zo. Ja. En dan kan ik opstaan en daar naartoe lopen en daar het raam. Het gordijntje dicht doen. Oh, je heet het goed. Een rolgordijn, dat is het. Ja, dat was dit woord. Ik kan ook daar naartoe lopen en de rolgordijn dicht doen. Maar ik weet dat het ding kapot is. En dan krijg je zo de lijn. Dan heb je nog steeds heel veel licht. Het scheelt een klein beetje, niet heel veel. Dus ja, of ik hier dat tijdens me opschiet, geen idee. En ik ben toch liever louder moe. En dit is gewoon, ja.
Is dat professor ook? Oh ja, yeah, ik weet dat van hem kon nog een Pokémon Charmander of Squirtle krijgen. Ja. This is where the professor M. A mystery egg. Ik weet trouwens wat dat is. Dat is een Togepi. Dat weet ik. Ja. Oh, hey, nice. Ik ben allemaal vrienden van mij op Steam gaan spelen. Team Fortress 2. Werden dat ze hem gevraagd of ik meedoe? Dat doe ik lekker niet. Oh, ik ben zo badass. Goed, krijg ik nou van professor ook nog eventjes wat pokeballetjes. En wat pokeballetjes. Hè? Your hentai. Ja, ik ben hentai. Ja. Oh, wat is dit? Een rare Pokémon. Of een speciaal. Of een zeldzame Pokémon. Ja. I don't give. I'm a fuck about what the hell you have to say. Just give me the shit, yo. Pokédex. Nice. Dat was ik ook helemaal vergeten. Oh, dan krijg je sowieso de Pokéballen erbij. Want ik kreeg in het voren ook bij de Pokédex samen tegelijkertijd. En jongens, waarom heb ik allemaal nummers van oude kerels? Serieus, die professor van net ook al. En deze ook. Hebben wij nou in onze te gekke tas? Ja. Klikt hij er niet eens op, hè? What the fuck? Ik heb gewoon geen keuze in dit spel. Snel, kom hier naartoe. En dan zeg ik zo van, fuck jou. En dan zeg ik, oh, sorry, ik heb al opgeruimd. En dan van, oh, man, dan moet ik wel komen. Goed, bakken de takken de snakker. Oh, wow. Fuck yeah, we hebben gewoon een vrouwenhandtasje. Daar ben ik echt heel blij om. We hebben geen pokeballs. Oké. Andere woorden, kut leven. Lopen, kreng. Kijk, links was veel zever geweest. Of trouwens, hebben we het begin wel een stukje groter. Het maakt volgens mij niet heel veel uit. Het is een ratata. Zou het eigenlijk pijn doen als je zoveel vuur op je rug hebt, zoals een zoekhal? Zoekhal, want het vuur is sowieso warm. En je weet dat als je heel dicht bij vuur bent, dan heb je sowieso dat het heel extreem warm is. Maar het zou voor mij toch pijn doen, zo van warmte dat. Die wil ik ook hebben, die is ook cool. Ja, bij deze besloten. Ik heb alleen geen Pokeball. Om ze allemaal in te vangen. Dus dan moet ik dan nog eventjes uitzoeken. Hoe en wat. Dus ja, vandaag. Hoop, lap, doop, dap, doop, dap, snoep. En dan lopen we weer terug. En dan zo. En dan, ik weet niet eens zeker of dat de bedoeling was. Maar voor mij moest je teruglopen in het spel. En ik dacht, hey, nou heb ik met iemand gepraat. Dan moeten we vast wel teruglopen. Weet je, zo gaat het hele spel. Praten, lopen, praten. Vechten tot de dood, lopen. Praten, lopen, praten. Vechten tot de dood, lopen. Praten. Weet je, zo gaat het ongeveer. Dus dan gaan we nu weer die kant op. En er komt iemand aan, onze rivaal. Het is de vieze vuile Ginger. We noemen hem een Ginger. Of we noemen hem Willem. Ja, we noemen hem Willem. Dat ga ik sowieso doen. Dat ga ik sowieso doen. Kan ik hem een naam geven, jongens? Bestry Boy. Dat is echt een gay naam, zeg. Waarom kan ik hem geen fucking naam geven? Ik had echt gehoopt. Oh ja, rival naam geven. Weet je. Ik bedoel, 90% van de keren dan vul ik faggot in. 5% vul ik een originele naam in. En 5% vul ik de originele. Vul ik de normale naam in, weet je, waarvan van, hey, jij heet Red en dan heet Jan Blue, zo'n naam, weet je. Die vul ik dan normaal 5% van de tijd in. Andere 5% dan kom ik met een of andere geweldige geniale naam, zoals dus in dit geval Ginger of Willem, of Ginger Willem. Oeh, zou dat passen? Nee, ik denk het niet. En 90% de overgebleven 90% vul ik gewoon faggot in als de andere zijn naam. Waarom? Omdat het grappig is, weet je, dat is een grapje. Moet je snappen. Als je dat niet snapt, dan ja. Dan snap ik niet. Dan weet ik het ook niet meer, oké? Dan spijt het me heel erg. Goed, die dood. Als een bier. Oh, wat een totendaal. Die is ook dood. Ja. Ja. Die is dood als een totendaal. Wow, dat ging al best wel snel, hè? Ik vond dat altijd zo snel, had, joh. Oké. Dit gaat gruwelijk snel. Holy shit. Wil je weten wie ik ben? Nou, ik ben de Wils Schilds, de Pokémon trainer. Ja, dat is echt heel laat, want het is al lang weg. Maar dat maakt niet uit, YOLO. Lijkt net alsof mijn stem en game niet gelijk lopen. Ja.
Give it back. That's my trainer's card. Oh no, you saw my name. Maar nu weet ik zijn naam nog niet. En dan mag ik hem invullen. Please, laat hem me invullen. Auw. Ik wil dat die fucking Ginger heet ofzo. Kutjee. Nee, dat is niet wel leuk. Nou, gaan we lopen ook. Oh, die is een dingetje. Zo, ja, zo, kijk. Zo. Zo. En, zo, ongeveer op een schaal 1, 10, ja, 11. Oké. Hoppakee. Ja. En dan loop je hier naartoe, en dan loop je hier naartoe, en doe zo, en doe je eerst doe je een 360. Oh, kut, ik de verneukte hem. Oh, kut. Nou ja, close enough. Dat is ongeveer een 360, en dan... Politie? Maar waarom dan? Hij heeft zeker die andere gestolen. Wacht even een secondje. Het was de roodharige jongen. Die het gebouw in keek. Hey, die heb ik net gesproken. Nice. En net bevochten. Nice. Nice, nice, nice. What? You battled the boy like that? Oh nee, oh nee. Yes, ik mag zijn naam wel kiezen. We noemen hem Willem. Oh, nee. Niet Wil... Wat is een teken? Willem. Oh, maat, ik ben echt... Fuck echt de A en B knop op. Willem! Yes! Oké, hij heet Willem, jongens. Zo, Willem was his name? Ja, hij heet Willem. grappig, want onze koning heet ook Willem en die is ook een ginger. Nou, eigenlijk niet. Ja, soort van wel, ja, op zich. Op zich best wel. Oh, ja, ze is er rooi groet en ginger genoeg voor mij. Dus hij heet Willem, ook een ginger. Goed, nou staat mijn kont in de fake, want dat denk ik op tegen mijn kont aan. Ja, weet je, ik bedoel... Totoraal is ook een man, die zit ook aan de kont van een vrouw, ja. Ik ben ook een vrouw, dus mijn kont vliegt in de fik. Ja, oké. Okay. Fik in de kont, dat is niet chill. Maar nu weet je hoe het komt. Kont in de fik, door Totoraal, omdat hij vuur uit zijn kont heeft. Dus zijn kont komt tegen mijn kont aan, dan nog dubbel vuur en dan... What the fuck? Twee konten in de fik. Wow, vlammende konten. Zo, 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 zo. Goed. Oké, dan begint... Nou begint gewoon echt saai te worden, die gesprekken. Waarschijnlijk. Ja, kijk. Go, 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 go. Teksten zijn hartstikke saai. Je kan ze gaan lezen. Weet je, ik heb besloten niet te doen. Ik was besloten doorheen te praten. En dan is en dan heb ik halverwege gespaard van dat ik dat doorheen heb gepraat. Want dan kan ik de tekst niet meer goed lezen. Waarom kan dit niet? Waarom heb ik geen pokeballs? Wat is dit voor nonsens? Dan moet ik weer zeker die kant oplopen. Heb ik trouwens nu wel een ijsje? Nee, die heb ik nog niet. Waarom heb ik nog geen ei? Wat is dit voor onzin? Ik wil een ei. Oh, ik moet ze nog eens laten zien hoe Pokémon's moet vangen, hè? Dat is natuurlijk wat hij zeker doen. You can catch more Pokémon's. Pokéballs. Oeh, ik voorspelde het keihard. Zo hard als een kei van een steen. Je snapt de grap. Het is de wilde Rattata. Go Mareel. Waar de fuck heeft hij die vandaan? Waarom hoeft hij geen starter te kiezen, hè? Dit vind ik een beetje onrealistisch. Laten we kijken hoe hij het allemaal fixt. Oh, gaafje, gaafje. Want ik ben om 9:30, of 10:30, 8:30 s'avonds al moe, weet je. En zo gaat het in mijn leven. Eigenlijk niet, ik snap niet waar de graaf vandaan komt, maar maakt niet uit. Alright, I got its HP down. Time to throw a Pokeball. We gaan naar onze tas. Dan gaan we naar de Pokéballs. En dan gaan we naar de Pokéball. En dan gaan we klikken. En dan klikken we op Use. Maar onderaan als je staat ook wel een Use Lost Item. Heel simpel. Heel chill dat ze het hierin hebben gedaan. Jullie zullen zo meteen wel zien wat ik daarmee bedoel.
Yes! Hij heeft een ratten gevangen. Yes! Hij heeft 200 Pokédollars en een ratata verspeeld. En de Pokémon ratten vangen. Hè? Ratten zijn in het echte leven niet voor niks rotbeesten, gehate beesten. Omdat ze gewoon kut zijn, ja. Dat ja, oh nee. Oh, mijn struit, zo. Juist. Pokeballs voor de win. Nou gaan we echt 10.000 Pokémon vangen in dit stuk. Ik denk dat we dat voor een aflevering gaan doen. Dus voor de nou leuk, geef dan vooral een blauw duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal voor meer video's. Hier komt een coole outro waar het ook in staat. Maar dat maakt niet uit. Gewoon relax. Relax. Like deze video. Hey, bedankt voor het kijken. Hopelijk zie ik jou de volgende video weer. En zeg voor nu. Later!